dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een tapasrecept voor jullie. En dat zijn gevulde champignons. Ik kwam ze tegen toen ik aan het zoeken was op Pinterest naar nog nieuwe recepten om uit te proberen. En ik dacht, die ga ik eens even proberen. Ben je nou benieuwd wat je ervoor nodig hebt en hoe ik ze ga maken? Blijf dan vooral kijken en laten we gauw beginnen met de ingrediënten. Ik heb nodig 1 doosje witte champignons, 100 gram Philadelphia Original, witte peper, bieslook en peterselie, een teentje knoflook en wat zout. Ik begin als eerst met het schoonmaken van de champignons. En dit doe ik met een borsteltje, maar dat kun je ook met een keukenpapiertje doen. Dan snij ik vervolgens bij allemaal het steeltje eruit, zodat je een lege champignon hebt. Dan pak ik er een schaaltje bij en de Philadelphia. Aangezien je 100 gram nodig hebt, gebruik ik hiervan de helft. Want dit pakje is 200 gram. Die doe ik in het schaaltje. Daar doe ik ook de knoflook bij. En een halve theelepel witte peper. Wat peterselie. En wat bieslook. En als laatste nog een beetje zout. En dan meng ik dit even goed door elkaar heen. En ik zie dat de hoeveelheid kruiden nog wel meevalt. Hoeveel er doorheen zit. Dus daar kan nog wel iets bij. Dus ik doe er nog wat bieslook bij. En nog een beetje peterselie. En dan ziet het er ongeveer zo uit. Dan pak ik de champignons er weer bij. En dan ga ik met een theelepeltje in elk champignon een beetje van de roomkaas. Ik doe niet gelijk heel veel overal in. Ik kan beter later nog iets bijvoegen dan dat je tekort komt. Het ziet er zo al super lekker uit. Dus ik pak er een ovenschaal bij. En deze vet ik in met een beetje olijfolie. En hier zet ik dan de champignons in. En dan zijn ze klaar om in een voorverwarmde oven van 180 graden te gaan. En in de tussentijd heb ik de tijd om even deze troep te ruimen. De 15 tot 20 minuutjes zijn inmiddels voorbij. De keuken is weer opgeruimd. En ik laat ze nog heel even een klein beetje afkoelen voordat ik ze zo ga proeven. Ik wil ze niet te lang laten afkoelen, dus ik ga er gauw eentje proeven. Het ziet er in elk geval super lekker uit en het ruikt ook super lekker. Dit is zo ontzettend lekker. De smaak van de Philadelphia is door de kruiden zo ontzettend lekker geworden. En in combinatie met de champignons, ik wist niet dat het zo lekker kon zijn. Alle smaken kloppen ook precies. Het is helemaal niet pittig. Het is echt super lekker geworden en ideaal voor bij een tapas. Ik vind het dus een geslaagd recept. Ik hoop dat je het leuk vond om ook naar deze video te kijken. Zo ja, vergeet niet om je duimpje omhoog te doen. En om te abonneren hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En hopelijk zie ik je dan volgende week weer bij een nieuwe video. Doei doei!